Vandaag is er een open dag op het bedrijventerrein in Riel. Reas Euro laat de Rielse bevolking kennis maken met de nieuwe huurder van 2 van de 3 panden. ENA uit zijn bureau gaat hier zijn facilitair kantoor vestigen, evenals ongeveer 78 arbeidsmigranten, veelal uit Polen. Meneer Van Riel, we hebben net een fijne rondleiding gehad door het vernieuwde businesspark. Voorheen zat daar de Koningsbeer, opvang voor de kinderen. Gaat u die missen wanneer zij zo meteen naar de Vonder verhuizen? Ja, we gaan de kinderen zeker missen. Ik vind het altijd heel erg prettig als de kinderen 's morgens aankomen, zoals we weggaan. Dat is heel vrolijk, dat is ook de toekomst. We gaan ook als de kinderen weg zijn zeker uitzien naar onze nieuwe uitdaging. Hoe is de samenwerking met ENA, want daar hebben we het over, tot nu toe verlopen? Nou, met ENA loopt die samenwerking bijzonder goed. Dus het hele traject, zeg maar, hebben we wel in gezamenlijkheid doorlopen. In nauw overleg met de gemeente, vooral ook vanuit de bedrijven contactfunctionaris vanuit de gemeente. Waarom heeft ENA Wonen juist voor deze mooie gelegenheid gekozen? We hebben gezocht naar een goede match tussen buitenruimte en binnenruimte, zowel bouwkundig als goed voor de omgeving, waarin dan mensen zichzelf kunnen zijn. En jullie gaan zelf hier ook het bedrijf vestigen? Dat klopt. Dat klopt. ENA Wonen gaat zich hier vestigen. Met name onze afdeling die verantwoordelijk is voor de huisvesting van die arbeidsmigranten. Daar komt zowel de planning als onze fietsenmaker en ons technische beheer zal vanuit hier georganiseerd worden. Ja. Zijn er nog kansen op extra banen voor mensen uit Gorle en Riel? Er zijn voldoende vacatures die momenteel openstaan. Als mensen openstaan voor werk, kunnen ze zich altijd aanmelden. Zowel bij ENA als bij onze Nederlandse tak Luba uit zijn bureau. Wij bemiddelen die mensen graag naar werk. Tijdens een overleg van de ondernemers is afgesproken dat er samen met de gemeente dat er ontwikkelingen zullen worden toegestaan en gedaan zullen worden om er een heel positief omgevingsverhaal van te maken. Ja. Is dit hier een typisch voorbeeld van? Ja, dat is wel het geval. We hebben onlangs een nieuwe beleidsregel vastgesteld die heet KAI Goed Ondernemen in Riel. Die is tot stand gekomen in samenspraak met alle ondernemers hier op het bedrijventerrein. En daar is deze ontwikkeling ook in beschreven. En ik denk dat het heel goed is dat je gewoon een tijdelijke bestemming aan dit kantoorgebouw op deze manier kunt geven. Bij het Hart van Brabant is ook gesproken over de sociale, min of meer sociale verplichting die een gemeente zou hebben om al die logistiek medewerkers te huisvesten. Ja. Staat u daarachter? Ja, daar sta ik voor 100% achter. Want het is inderdaad zo, in de regio is het een enorm probleem om goede huisvesting te vinden voor de arbeidsmigranten. Er is een enorme vraag juist vanuit de logistieke sector naar mensen zeg maar uit Oost-Europa. Gewoon omdat er in Nederland geen arbeidskrachten te vinden zijn. Nou, het is voor onze economie is het heel belangrijk dat die bedrijven wel hun ding kunnen doen. En we hebben als regio gezegd, het is gewoon een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor die huisvesting. En het college van Gorle vindt dus ook dat wij ook als Gorle erin ons steentje moeten bijdragen.